Morgen 25 april is het Wereld Malariadag. Op deze dag worden wereldwijd de inspanningen om malaria te beheersen benadrukt en de behaalde winsten gevierd. Het thema voor dit jaar is Zero Malaria, Draw the Line Against Malaria. Sinds het jaar 2000 heeft de wereld grote vooruitgang geboekt in de strijd tegen malaria en zijn er miljoenen levens gered. Volgens Helene Hiwat, coördinator van het malaria-programma, was Suriname 20 jaar geleden het land met de meeste malaria-gevallen in Zuid-Amerika. Maar sindsdien hebben we enorme investeringen gehad in de preventie en bestrijding van malaria. Met hulp van andere actoren, zoals partners in het binnenland, medische zending, BOG, de bevolking zelf, die heeft meegewerkt. Maar natuurlijk ook de partners in het buitenland, zoals de Pan American Health Organization, het Global Fund en de Inter-American Development Bank. En we zijn nu zo ver geraakt dat we echt op het randje staan van malaria-eliminatie. In 2018 hadden we over het hele jaar slechts 30 malaria cases, dus dat was heel weinig. Helaas, sindsdien hebben we een aantal keren herintroductie van malaria gehad in de dorpsgemeenschappen. Vanwege mensen die uit het buitenland zijn gekomen met malaria en die dus de malaria teruggebracht hebben in de dorpen. Dus sindsdien zijn we in 3 dorpen actief geweest met het onderdrukken van outbreaks. In 2 dorpen is dat goed gelukt. Afgelopen jaar hadden we eigenlijk nog maar op 1 locatie transmissie. En intussen lijkt het erop dat we het ook daar weer onder controle hebben. Hiwat geeft aan dat de 3 dorpen waar de uitbraak was in het zuiden van Suriname liggen. Toen hadden we korte tijd een outbreak in Anapaike. En dat vond zijn oorsprong in Frans-Guyana, omdat in Frans-Guyana nog malaria is, met name in de goudmijngebieden. En in 2019 hadden we een outbreak in Palemeu en dat was afkomstig van Brazilië. Want met name de Indiaanse gemeenschappen zijn grensoverschrijdend. De trio-stam die is niet alleen in Suriname, maar ook in Brazilië. En er is een continu heen en weer bezoek van familie en vrienden natuurlijk. En in Brazilië is ook nog malaria. Dus vandaar dat we in 2019 een outbreak hadden in Palemeu. En dat was heel vervelend, want Palemeu is een toeristische locatie. En we hebben samen met zowel de lokale bevolking als de ecotourisme company, zeg maar, gewerkt aan het vrijmaken van Palemeu, het malaria vrijmaken van Palemeu. En dat is heel goed gelukt. Helaas is er vanuit Palemeu toen malaria gegaan naar Tiphu, het naastliggende dorp. En daarmee zijn we in 2020 dan het hele jaar druk geweest om daar ook weer de malaria onder controle te krijgen. Aldus Helene Hiwat, coördinator van het malaria-programma. Suriname heeft in 2021 11 malaria-gevallen geregistreerd.